wie van jullie heeft wel eens meegemaakt dat je super, super, super moe bent? Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ja, heel goed. Als je een beurt krijgt, mag je wat zeggen, hè? Ik zie alleen vingers. Goed zo. En hoe voel je je dan als je super, super, super moe bent? Steek je vinger op als je dat weet. Levi. Moe? Ja. Hoe voel je nog meer? Hier kan ik geen beurt geven, want er wordt gekletst. Dat je nog wil slapen. Dat je nog wil slapen? Dat je heel lang tv ging kijken. Oh, dan ga je graag tv kijken als je heel moe bent. En jij? Zie je de lichtjes niet meer goed? Heel goed. Nou, ik heb een keertje met schaken. Dan ben ik altijd niet dat ik dan in de avond om 10 uur pas ging slapen. Oh ja, als je te laat naar bed gaat, ben je heel moe. Nou, het verhaal, je mag de vingers even naar beneden doen. Het verhaal wat ik ga vertellen gaat over Jezus op het moment dat hij misschien wel van de hele Bijbel het meest moe was. We zien dat Jezus wel eens vaker moe is in de Bijbel, maar vandaag, het verhaal waar het vandaag over gaat, is hij super, super, super moe. En niet alleen dat, hij heeft ook heel veel honger. Weet je waarom? De Heer Jezus heeft 40 dagen, dat is een hele maand, plus nog een week en nog wat dagen, een hele maand en nog langer, 40 dagen, heeft hij niks gegeten. Hij heeft 40 dagen, wilde hij aan God laten merken, ik hou zoveel van u. Ik hou meer van u dan van eten en drinken en slapen. Wow. En dat noem je bidden en vasten. Dus de Heere Jezus had 40 dagen... Wil jij even hier komen? Dan mag je het hier vertellen als jij het verhaaltje weet. Anders moet je even luisteren. Goed? Dus 40 dagen lang had hij niet gegeten, niet gedronken, niet geslapen. Nou, je kan voorstellen dat hij zich heel, heel, heel moe voelde. En toen, ik heb hier een plaatje, toen ging de Heere Jezus naar de woestijn. De Heilige Geest zei tegen hem... Kom naar de woestijn. Je hebt nu genoeg gebeden en gevast en niet geslapen. Je hebt aan mij, aan God laten merken hoe ongelooflijk veel je van mij houdt. Kom naar de woestijn. Nou, ik zou denken, nou Heilige Geest, heeft de Heere Jezus niet een lekkere sauna verdiend? Of een leuke speeltuin na 40 dagen bidden en vasten? Heeft hij niet een lekkere maaltijd verdiend? Maar de Heilige Geest zei, nee, kom naar de woestijn. En weet je wie er ook in de woestijn kwam? Niet alleen de Heere Jezus, maar de duivel, de vijand van God, kwam ook naar de woestijn. Oh jee, de Heere Jezus was super moe, super hongerig. En toen kwam de duivel ook. En weet je wat de duivel altijd een beetje probeert te doen? Die komt, die gaat proberen om dingetjes tegen ons te fluisteren als we juist heel moe zijn en honger hebben. Want hij weet, dan letten ze misschien niet zo goed op. Maar de Heere Jezus, die let wel heel goed op. Zelfs al had hij niet gegeten, niet gedronken, niet geslapen, hij had heel goed door... dat niet God tegen hem ging praten, maar de vijand. Let maar goed op. Hij loopt in de woestijn en hij hoort een stem. Hallo? Heb je niet heel erg honger? Had de Heere Jezus honger? Heel erg honger, na 40 dagen niks gegeten. Jij bent toch de Zoon van God? Was de Heere Jezus de Zoon van God? Ja, dat weet de duivel ook, hè? De duivel weet dat ook. Die weet heel goed wie de Zoon van God is en wie God is. Weet je wat hij toen zei tegen Jezus? Als jij de Zoon van God bent, dan kan je toch wel van die stenen... Zie je die stenen daar, allemaal in de woestijn liggen? Dan kan jij daar toch wel brood van maken. Jij bent toch de Zoon van God?
maak er lekker brood van. Maar de Heer Jezus wist, dit is de vijand. Ik heb super, super honger en nu probeert de vijand mij te testen. Hij zegt tegen mij, jij bent toch de Zoon van God, laat het maar eens even lekker zien. Maar de Heer Jezus zei, nee hoor, ik hoef dat helemaal niet aan jou te laten zien, dat ik de Zoon van God ben. Ik ben de Zoon van God. En ik ga even dat verhaal voorlezen voor jullie. Luister goed. Heb je honger? Jezus herkent de stem meteen. Dat is de stem van de duivel, de vijand van God. Jij kunt toch wonderen doen, Jezus? Zeg maar tegen die steen dat het brood moet worden. Dan kun je eten. Oh, lekker eten, denkt Jezus. Er schiet een steek door zijn maag, zoveel honger heeft hij. Wat zou hij vandaag graag een stukje brood eten? Nee, 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 denkt de Heer Jezus. Dit is een test. Ik ga er niet intrappen. De duivel probeert me iets verkeerds te laten doen. Ik doe het niet, zegt Jezus. In de Bijbel staat, alleen van brood kun je niet leven. Maar van Gods woord kan je lezen. Dus ook al heeft Jezus honger, hij zegt, ik weet wat het echte eten is. Heb ik honger, ga ik niet zomaar een wonder doen als God dat niet van mij vraagt. Als de vijand dat van mij vraagt. Ik weet het woord van God is belangrijk. Niet eten. En dan denkt de duivel, hè, chips, hij is er niet in getrapt. En dan ineens zorgt hij dat Jezus niet in de woestijn is. Let op. Ineens begint alles om Jezus heen te veranderen. De woestijn verdwijnt. Hij staat nu op een hoge berg. En vanaf de berg kan hij de hele wereld zien. Wat een mooie wereld, hè? Zegt de duivel. Al deze landen, deze hele wereld, kan van jou zijn. Je hoeft alleen maar eventjes te knielen voor mij en mij te eren. Denk je dat Jezus dat gaat doen? Dat hij voor de vijand gaat knielen en dat hij de vijand gaat eren? Oh, wat een gemene vijand, hè? Hij zegt, ik heb de hele wereld voor jou. Is dat waar? Nee. Van wie is de wereld? Van God, daar hebben we net nog over gezongen. God heeft een plan, een wereldplan. De wereld is van God. Wat een leugenaar, die vijand. Maar gelukkig wist Jezus dat. En misschien zegt de vijand ook wel eens tegen jou leugens. Misschien zegt hij wel eens, jij bent niet knap. Of jij kan het niet. Of jij bent toch niet een leuke vriend. Dat zijn allemaal leugens, hè. Niet intrappen, hè, in de leugens van de vijand. De Heere Jezus ging er ook niet intrappen. Luister maar. Jezus knijpt zijn ogen dicht. Hij is duizelig van de honger. Toch weet hij wat u moet antwoorden. Nee hoor, in de Bijbel staat dat je alleen voor God mag knielen. Ik kniel niet voor jou. En als Jezus zijn ogen weer open doet, is de berg ook alweer verdwenen. Chips, denkt de vijand. Hij is er weer niet ingetrapt. Nu moet ik nog wat anders verzinnen. En dan gaat hij nog een keer iets doen bij Jezus. Ineens doet Jezus zijn ogen open en staat hij op de dak, op een dak van de tempel van de kerk. De duivel laat hem zien, je bent op de dak van de kerk. En weet je wat hij zegt? Jij bent toch de Zoon van God? Als je nu naar beneden springt, dan kunnen de engelen jou wel opvangen. Want jij bent de Zoon van God, dus laat maar zien dat je de Zoon van God bent. Dat de engelen jou kunnen opvangen. In de Bijbel staat dat engelen je zullen beschermen, zegt de duivel. Er staat zelfs dat ze je zullen opvangen. Bewijs het dan. Spring naar beneden. Jezus denkt even na. Dan weet hij wat hij moet antwoorden. In de Bijbel staat ook dat je God niet mag uitdagen. Dus ik spring niet naar beneden. En
dan hoort Jezus een boze schreeuw. De duivel is ineens weg. Hij vindt het niet leuk. Hij heeft verloren. Hij heeft 3 keer aan Jezus geprobeerd om hem iets in te fluisteren. Maar de Heer Jezus wist wat in de Bijbel stond en zei nee, nee, nee. Super knap. Als ik moe ben, dan vind ik het wel eens moeilijk. Of als ik honger heb, vind ik het wel eens moeilijk om de goede keuzes te maken. Maar Jezus laat ons zien, ik weet wat in de Bijbel staat. En ik luister niet naar de vijand. Ik luister naar mijn God. En ik hou veel meer van mijn God. En eigenlijk kunnen we van dit verhaal leren dat je de vijand kan weerstaan. Dat je kan zeggen, nee, 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 nee. Ik weet wat God wil. Misschien zegt je vriendje of vriendinnetje wel, pak een extra snoepje. Dat mag best. En zeg jij, nee, nee, nee. Ik weet dat God dat niet wil. Ik wil gewoon luisteren naar mijn ouders. Of als iemand zegt, kom, we gaan dat kindje pesten. Dat jij zegt, nee, nee, nee. Ik weet wat God wil. En ik ga net zoals de Heere Jezus, nee zeggen tegen de vijand. Ik weet wat in de Bijbel staat. En ik zeg, nee, vijand. En weet je, ik heb nog een mooi proefje. Dat mogen jullie zo dadelijk ook nog even zelf doen. Want net zoals in ons hart, ik heb hier een fles. En eigenlijk is dat net zo een beetje als je hart. En in deze fles, de duivel, dit is misschien ons hart. En de duivel die probeert soms een beetje leugens en dingen in ons te brengen. Dan zegt hij, jij bent toch stom, jij kan toch niks. En je weet, God praat niet zo over jou, hè? Wie is dat die dat zegt? De vijand. En weet je, het is eigenlijk net zoals met deze fles. Het propje ligt erin. En als jij zegt, ik geloof in God, in wat hij zegt, dan doe je eigenlijk dit. Let op. Het propje ligt daar. Hè? Het propje zat net in de hals. Ik ging het erin blazen, maar het is er weer uit. Hoe kan dat nou? Wacht even, nog een keer proberen. De duivel zegt, jij bent stom, jij kan het niet. Even kijken hoor. En die probeert allemaal dingen in ons hart te krijgen die niet leuk zijn. En dan zeg ik, ik weet wat de Heere God zegt. En dan gebeurt er dit. Oh, hij zit nu een beetje vast door mijn... Maar hij gaat er dan vanzelf weer uit. En zo is het ook met ons. Als wij weten wat God zegt en wat God over ons vindt en wat er in de Bijbel staat, dan kunnen al die vieze propjes van de vijand, die kunnen helemaal niet in ons hart komen. Want dan zeggen we, weg ermee. Dit hoort niet in mijn hart. Dit is niet wat God zegt. En jij kan net zoals Jezus dat doen. En weet je wat ook heel erg goed helpt? We doen het wel eens vaker bij de kinderen. We gaan nu avondmaal doen. En avondmaal is eigenlijk dat je zegt, de Heere Jezus is voor mij gestorven. Je krijgt nu een cupje. Even snel uitdelen, krijg je een cupje. En bovenop zit een klein broodje, een klein matzes. En dat is het lichaam van de Heere Jezus eigenlijk. Hè? Deel maar snel even uit. Ja. En daar gaan we zo aan de Heere Jezus denken. En dan hebben we ook natuurlijk het bloed van de Heere Jezus, de druivensap, waar we denken aan het bloed van de Heere Jezus, wat hij voor ons heeft gedaan. Dus je mag hem nog even dicht houden. En dat is ook een van de dingen, er staat in de Bijbel, als je avondmaal doet en je denkt aan de Heere Jezus, dan kan je ook de vijand weerstaan. Dan kan je ook zeggen, ik ben van de Heere Jezus. Ik luister niet naar de vijand. Goed, heeft iedereen erin? Oké, dan mag je bovenop het broodje even pakken en steek het maar even omhoog als je het broodje hebt. Steek het maar in je hand, de leiding kan even helpen. Steek het maar even omhoog als je het broodje hebt gepakt. Goed zo, ik zie al een paar broodjes, hartstikke goed.
paar broodjes. Keurig. Pak het broodje. Laat het aan me zien dat je het hebt. Goed zo. Iedereen heeft het broodje. Bijna iedereen heeft het. Keurig. Maakt niet uit. Dan bovenop zit het broodje. Die kan je ook nog pakken. Dan helpen we je even. Heeft iedereen het broodje? Dan mogen we nog even helpen. Goed zo. We wachten tot iedereen het broodje heeft. Goed zo. Wauw, ik zie al heel veel broodjes. Heel veel. Mooi. Goed zo. Wie heeft nog niet het broodje? Steek maar even alleen je hand zo op, want dan zie ik het verschil. Als je nog niet het broodje hebt. Niet. Oké, goed. Mag je hem eventjes in je hand houden? Doen we de ogen dicht? Ogen dicht. Oké. Lieve Heer Jezus, dank u wel voor uw lichaam. Dat u voor ons gestorven bent, waardoor wij ook tegen de vijand kunnen zeggen, nee, ik hoor bij de Heer Jezus. Ik geloof in hem. En daarom doe ik vandaag ook avondmaal. Mag je het broodje in je mond doen? Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij gestorven bent. En dat ik bij u hoor. Dan mag je even het drankje openmaken. Het druivensap mag je ook even openmaken. Goed zo. Als je hulp nodig hebt, steek je vinger op. Oké. Goed zo. En dan gaan we ook even met elkaar aan Jezus bloed denken. Wie heeft het nog niet open? Oké. Hier nog. Hier nog? Goed zo. Oké. Gaan we ook even met z'n allen ogen dicht? Ja. Lieve Heer Jezus, we drinken ook deze sap om te denken aan uw bloed. Uw bloed maakt ons schoon. Er staat dat als we uw bloed hebben, dat de vijand helemaal niks kan doen. Uw bloed op ons en ook uw bloed in ons. We drinken dit, je mag het lekker drinken. En we denken aan uw bloed dat voor ons vloeide. Dank u wel daarvoor. Amen.